Ik sta hier vandaag op de Welberg, bij het viaduct van de Welberg. Want vandaag zijn ze begonnen met het schilderen van de klaprozen. En wij zullen maar eens even snel een kijkje gaan nemen. Als je met me mee wil gaan, we samen hier vandaag. Heb jij van mij gekozen? Elke dag en elke nacht ben jij het die weer lacht. Ik ben en blijf je gozer. Samen zijn we met z'n twee. Ik neem wel voor je mee. Een bosje rode rozen. Ik ben voor jou, jij voor mij, allebei. Fijn door het leven, een paar zij aan zij. Een bosje, een bosje, een bosje rode rozen. Een bossie, hey, hey, hey. Een bossie, een bossie, een bossie, rode rozen, een bossie. En hoe gaat het hier allemaal? Ja, gaat goed. Mooi. Als je jou tegen me zegt, je armen onderlegt, geef mij in jouw vertrouwen. Nooit zal ik je laten staan, ik laat je nooit meer gaan. Ik zal altijd van je houden. Maak me vrolijk, maak me blij, mijn schat, je krijgt van mij. Een bossie, rode rozen. Zeg nou toch ja en niet nee, toe gaan mee. Happy together, perfect met z'n twee. Een bossie, een bossie rode rozen. Een bossie, hey, hey, hey. Een bossie, een bossie, een bossie rode rozen. Een bossie. Ik sta hier naast Ilja en Ilja, jij bent hier een klein beetje verantwoordelijk voor wat hier allemaal gebeurt. Ja, een beetje. Ja. Ik voel me vooral verantwoordelijk. Oh. Dat is het. Ja, want? Want ik ben mede ontwerper van het viaduct met nog drie andere kunstenaars. En wie zijn dat allemaal? Dat is Jaap, dat is Hanneke en dat is Angelo en ik. En waarom is het nou eigenlijk een rozen viaduct? Klaprozen. Klaprozen, ja. Bijna ja. Goed. Ja. Een klaprozen, omdat de klaproos staat symbool voor de slachtoffers die gevallen zijn in de oorlog. Ja. En voor vrijheid. En op Welberg hebben we natuurlijk al een herdenkingsmonument, ja. De klok. En wij dachten, we gaan dat hier ook nog doortrekken. Het is een beetje symbool, hè, van Welberg. Ja. En nu is het ook zo dat er heel veel mensen meehelpen. Maar dat zijn niet zomaar mensen, dat zijn namelijk bewoners uit Welberg. Ja, bewoners uit Welberg, de meeste. Mm-hmm. De dorpsraad die werkt natuurlijk eraan mee. Er kwamen ook een paar veteranen uit Steenbergen. Dat is ook wel erg leuk dat die meededen. Ja. En wanneer zijn nog meer allemaal de schildermomenten? Volgend weekend en het weekend daarop. Dus eigenlijk de weekenden van oktober. Mm-hmm. En er wordt door de week ook wel eens geschilderd, maar dan moet er iemand bij zijn van de kunstenaars, ja. Kan maar zeggen. Dat gaat een beetje go met de flow, hè? Ja. Zoals het gaat. En nu is er ook nog iets van een tekst van de PS10, klopt dat? Ja, er komt nog een tekst op. We hebben de kinderen van de PS10, groep 5-6, en die zitten nu in groep 6-7. Ja. Hebben we voor de zomervakantie hebben we dat gemaakt. En die hebben van onze gedichtenles gekregen. Dus die hebben hele mooie zinnen gemaakt. En er is één iemand die het daadwerkelijke gedicht erop gaat zetten. En mag je al zeggen wat dat voor zin is of nog niet? Nee. Nee, dus dan moeten we nog eventjes op wachten. Even op wachten, ja. Nou, nog heel erg veel succes en ja. Heel erg bedankt. Geweldig, dankjewel. Ik neem wat voor je mee. Ze zijn hier allemaal heel druk bezig met het verven. En eigenlijk zeggen ze nu een beetje dat ik maar een beetje sta te filmen. En natuurlijk wil ik ook... Je staat ook gewoon. Ik ben... Ik sta hier nou al een tijdje te kijken hoe deze mensen allemaal hier zo aan het verven zijn. En het is natuurlijk super knap dat ze dit allemaal doen. Maar eigenlijk vinden ze dat ik eigenlijk ook een beetje mee moet gaan doen. Dus ik ga even een jas aantrekken en dan gaan we maar eens even een klein beetje meehelpen. Ja, la, 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 la. Zeg maar, la, la.